En dan de laatste twee aan tafel voor het ochtendgedeelte. Ik ben zelf onderzoeker aan de Universiteit in Amsterdam. Ja. En heb gedurende 4 maanden ook hier in Pendrecht onderzoek gedaan. Onder andere bij de Pendrecht Universiteit en bij de bewonersorganisatie. En daarnaast hebben we ditzelfde soort onderzoek ook gedaan in Antwerpen en in Dortmund. Dus in dat kader zit ik hier. Oh, oké. En dan hebben we het niet over dat ene onderzoek waar we het al over gehad hebben. Dat is een ander type onderzoek wat jij doet. En wat onderzoek je dan, om een beetje idee te hebben? Wat we geprobeerd hebben te begrijpen eigenlijk is, er wordt heel veel gesproken over burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid in dit soort wijken om mee te helpen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Heel veel onderzoeken binnen de universiteit die daarna gedaan worden gaan eigenlijk uit vanuit het bestuur. Wat doet het bestuur om bewoners te helpen? Onze eigen insteek was, laten we nu eens het omdraaien. Laten we eens gaan kijken wat bewoners eigenlijk doen. Tegen welke grenzen ze aanlopen. Welke nieuwe initiatieven ze ontwikkelen. Om vanuit bewoners te begrijpen wat het betekent om als burger actief te zijn. Oké. En ik vraag aan jou, Jannie, of je even iets wil vertellen over de Schilderswijk. Althans, in deze zin, is er een vergelijkbaarheid met Pendrecht? Dat is gedeeltelijk te vergelijken met hier. Een hoop slechte publiciteit. En de goede dingen worden vaak toch wel vergeten. En als het slechte dingen zijn, dan wordt het ook heel erg uitgediept. We hebben onze slechte naam gekregen ergens in de jaren begin 60 met het geval van Rinus de Wipper. Die man die zei dat hij dus in bed lag met zijn vrouw en 12 kinderen en dat de muizen over zijn bed liepen en dat de ratten door het huis hobbelden. Dat is op de KRO geweest. Ik dacht in de eerste uitzending van Brandpunt, ik weet het niet zeker meer. Maar dat heeft een gigantische ruil veroorzaakt. En daar wordt ook steeds weer op teruggewezen. Nu hebben we een aantal jaren hebben wij die enorme brand in de Frans Halsstraat gehad. Met die Turkse familie. Daar werd gezegd, dat was racisme. Toen zeiden wij, van, nou, als dat racisme was geweest, dan was het al veel eerder gebeurd. Want het is in onze wijk 95% niet Nederlanders. En toen bleek het een neef te zijn die de boel gedaan had. En toen hoorde je er helemaal niks meer over. Maar ze pakken het nu nog steeds wel op als de brand. Met de veel kinderen die zijn overleden. Maar je hoort nooit meer dat het hun eigen mensen zijn geweest. En dat vind ik wel heel erg kwalijk. En bij ons wordt ook alles tot in de puntjes uitgezegd. Want lees je dus over een moord, laten we zeggen, in Wassenaar, dan staat er een moord in Wassenaar. Maar bij ons staat er altijd een moord in de Schilderswijk en dan de straat en dan de afkortingen van de namen erbij. Ik bedoel, je hebt die stempel en je blijft die stempel houden. Ik heb een lijstje meegebracht van alle goede dingen die ik ooit in de jaren in de wijk gedaan heb. Het vult bijna een A4 en ik geloof dat er 3 dingen de media gehaald hebben. Oké, maar laten we even stilstaan op wat jij beschrijft. Dat als er eenmaal in de wijk een paar incidenten zijn geweest, ernstige incidenten, ja, dan telt dat op en dan raak je het bijna als wijk niet meer kwijt. Nee. En heeft u gemerkt door de jaren heen dat dan een verschil te maken is, waar Ila ook wel terecht op wees, tussen de kranten, de Haagse-krant toen en misschien nu het Haagse deel van de AD, en bijvoorbeeld de radio, Radio West, en de televisie, dat u zegt dat daar nog een verschil in is. Ja, nou, Radio West, dat klinkt. Dat is net zoiets als uw Radio Rijnmond, hè? Ja, daar ben ik bewust toen in het bestuur gaan zitten om een beetje te proberen. Dus dat ze ook wat positief over de wijk vertelden. Maar aangezien we kregen daar een nieuwe directeur en aangezien ik geen opleiding had gehad, moest ik eruit. Want ja, ik had geen opleiding, hè? Er mochten alleen maar mensen meedoen met een hogere opleiding. Dus degene die met zijn voeten in bluswater stond, die stond weer buiten. En wij hebben dus gewoon aangeleerd door als de tv kwam in de wijk om te vragen waarvoor, waarom. En dan zeiden we, ik heb heel vaak nee gezet. Ik was ook op een gegeven moment de woordvoerder van de wijk. En dan belden ze op voor een of ander fantastisch verhaal. En zei ik, nou meneer, ik heb geen tijd. Ik heb met sommige programma's wel meegedaan. Ja. Maar ook een beetje media stop dus af en toe. Ja, gewoon bewust. Ja. Als je alleen maar negatief praat of vertelt. En ik had ook een lijstje bij me van wat we dus aan goed gedaan hebben en wat helemaal niet in de media komt.
En okay. Hebben jullie nog even een vraag? Hebben jullie ook in de wijk mensen, behalve u zelf ook anderen, een beetje zoals Mimoet Hamoush, dat was een hele positieve dame die eigenlijk voortdurend zei, je moet het positieve brengen. Hebben jullie in die wijk ook van die mensen je dan inzet? Ja, we hebben een hele hoop Marokkaanse dames en Turkse dames gehad. Alleen het ellendige was dat die na een jaar of 5 zei van ja, we hebben het wel gezien hier in de wijk. En die gingen verhuizen. Ja. We hebben nachtpreventie opgezet. Daar hebben we een hele grote prijs mee gewonnen. En dat was... daar had ik Turkse dames bij en Marokkaanse dames. Hindoestaanse dames niet, want die wilden dat niet. Het is een heel groot succes geweest. We hebben het 15 jaar volgehouden. En daar is toen ook over geschreven? Daar is over geschreven. De Hein Roetroffprijs hebben we toen gehad. Een hele grote prijs met een beeld. We hebben ook een standbeeld gekregen in de wijk. Alleen als een van ons tweeën doodgaat, dan komt pas de naam erop.